De uitzendingen van RTV Baren worden mede mogelijk gemaakt door Nuvema. We zijn weer op bezoek bij Frontaalkunst, wat gevestigd is in het Poorthuis aan de Kerkstraat. Hier komt een groep van 15 kunstenaars met een verstandelijke beperking en of psychiatrische achtergrond 4 dagen in de week bijeen. Zij komen samen in een kunstwerkplaats en houden zich bezig met tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen en grafische technieken zoals etsen en linoleumsnijden. En er wordt ook gefotografeerd. De kunstenaars worden begeleid door 2 vaste krachten. Te weten Wil van Eldijk, en zij heeft een achtergrond in de mode en in de zorg. En door Rens Broens, hij heeft een opleiding gevolgd aan de Kunstacademie en is didacticus. Verder zijn er nog 4 betaalde invalkrachten en 2 vrijwilligers bij dit project betrokken. De salarissen van de medewerkers en het materiaal worden voornamelijk betaald door de AWBZ... en uit het persoonsgebonden budget van de deelnemers. De kunstenaars zijn afkomstig uit Baren, Leusden, Soest, Hilversum, Bussum en Naarden. Deze keer is Douwe van Santen de kunstenaar van de maand. Er is werk van hem geëxposeerd bij Greenfields en bij Brassen op de Brink, te koop bij de Wereld van Pip in de Laanstraat en hangt ook in de bibliotheek van Baarn. Nou Douwe, daar zijn we dan. Dan ben jij de kunstenaar van de maand. Hoe vind je dat? Leuk. Hey Douwe, wat mij meteen opvalt aan deze tekening van jou, ik zie hier een hele reeks van kussende mensen. Niet één, maar een hele ploeg. En nu had ik van jou gehoord dat je eens heel erg verliefd bent geweest. En toen ben je al die kussende mensen gaan tekenen. Klopt dat? En vertel eens, waar was je verliefd op? Op een jongen of op een meisje? Meisje. Meisje. En was ze ook verliefd op jou? Ah, nou, dat snap ik wel, zeg. Als ik 40 jaar jonger was, dan zou ik ook verliefd op je worden. En dan gaan we nu eens even kijken naar je tekeningen. Weet je wat, zullen we het zo doen? Jij houdt niet zo van praten, hè? Nee, ik vind niks aan. Vind je het goed als ik dan aan jou de vragen stel en dat Rens er antwoord op geeft? Zullen we het zo doen? Ja? Oké. Je bent hier al een hele tijd, hier bij de Frontaalkunst. Hoe lang eigenlijk al? Ik heb 5 jaar. 5 jaar, zeg. Hé, Marion, jij zit ernaast, hè, bij Douwe. Want hoe zit het met jullie? Wij zijn uit mijn buurman. En ik ben buurvrouw van hem. In Amersfoort? In Soest. Oh, in Soest. Hoe kom ik nou bij Amersfoort? Ja, in Soest wonen jullie. En help jij hier Douwe ook wel een beetje? Ja. Want? Je bent zijn beste? Vriend. Ja, hè? Jullie zitten hier altijd saampjes aan de tafel. Ja. Maar je was heel erg blij dat je naar Frontaalkunst kon? Ja. Nou, dat snap ik. En hoe gaat het dan, Douwe, als je hier aanmeldt? Word je dan geselecteerd? Moet je dan kunnen laten zien wat voor werk je al maakt? Ja, ja, ik zag... De moeder van Douwe heeft kindertekeningen. Ja, want ik zag dat je hier allemaal tekeningen hebt van voor de tijd dat je hier zat bij Frontaalkunst. Dus laat het maar eens zien aan Paul. Dus dit deed je al voordat je hier kwam. En dat heb je aan Rens en aan Wil laten zien. Dat en die zeiden, Douwe, kom erbij, want hier ben je op je plaats. En jij blij dat je hier mocht komen, hè? Ja. En daar komt in één keer een heel mooi poppetje bij met een hartje. Ook een hartje. Er zijn verschillende tekeningen met hartjes. Maar dit is ook met een heel groot hartje. En volgens mij ben jij dat, met die vriendin, of niet?
je dat meteen... En hier staat kus bij en zoiets. Hier, kus. Kus, kus. Alinde. En heette zij Alinde? Dus dat is een hele oude tekening. En daar heb je voor de allereerste keer die poppetjes getekend. Hé, hey, nou wat ik ook zie, hè. Hier zie ik nog dat het gewoon, of nou niet zo gewoon, maar allemaal in één kleur is, deze tekening. En wat je hier nu voor je neus hebt, zijn ook toch weer de reeks poppetjes, maar met heel veel kleuren. Hoe doe je dat? Hoe ga jij te werk? Hoe begin je? Zal Rens dat even vertellen? Ja. Goed. Nou, zoals hier, hè. Dit zijn veelschrifttekeningen. En dat doet hij eigenlijk nog steeds. Hè? Kun je zien, hij begint dus met rijen poppetjes op papier te zetten. En als het klaar is, als hij er genoeg getekend heeft, dan gaat hij dus met een idee boven in de lucht verder. Dus dan gaat hij een idee vormen. Maar hij maakt altijd dit eerst en dan stopt het. En dan gaat hij creatief nadenken over het vlak bovenin. Wat er boven moet komen? En als die tekening klaar is, dan gaat hij met verf of met roller. Dit is met de verfroller. Dat is helemaal ingerold. Dit is met de kwast gedaan. Gaat hij dat hele vlek ook deels over de tekening heen inkleuren. En dan heb je dit resultaat. Want en dan zie je dat de tekening die hij gemaakt heeft bijna weg is. Of ja, vervaagd is. En die gaat hij terug naar voren toe brengen. Dus die gaat hij weer overtekenen. Goed, zullen we nou ook nog naar je andere tekeningen gaan kijken? Goed, dan gaan we even naar de gang. Is dat in orde? Nou, we hebben hier een aantal tekeningen bij elkaar gezet. Door, misschien kun je zelf iets vertellen. Wat is dit? Vliegtuigen. Vliegtuigen, dit zijn vliegtuigen en dit zijn? Wolken. Wolken, de zon. En een hele rij van die poppetjes. Nou, weer zo'n hele reeks poppetjes. En wat zien we daar nou weer boven? Een? Als het aan mij vraagt, is het een fiets? Of een motor? Ah ja. Flat. En twee flats. Is dit een motor? Of een fiets? Bromfiets. Een bromfiets. Ah. Wat bijzonder, heb je dat zelf bedacht zo? Ach, en kijk hier nou weer eens. Wat is dit over? Huizen. Huizen? Dat is een heel mooie schilderij, hè? Nou, wat zijn dat voor diertjes? Koeien. Koeien. En zulke leuke kleuren, koeien. Nou, wat is dit voor iemand? Man. Kerstman? Is dat de kerstman? En Rudolf de rendier, dat had ik al lang gezien. Kijk, dat is een rendier inderdaad met een karretje erachter. En dit is de kerstman. Wat is dat nou voor een dier met die lange nek? Seraf. Ja, en dan achter staat een... Een leeuw. Leeuw. Goed. En daarvoor? Nee. Die heb je gewoon zelf verzonnen. Dat is gewoon een leuk dier. Ja. Olifant. Een olifant. Een olifant, natuurlijk. Aha. Olifant. Dus een leeuw, een giraf en een olifant. En een olifant. Ja. Ach, kijk eens hier. Dit is een hele andere techniek die je hier gebruikt. Hoe heb je dit gedaan? Verf. En met water? Ja. En dat heet met een heel deftig woord een aquarel. Ja, je wist niet eens dat je het kon aquareleren, man. Maar dat kan je ook alweer. Chantal, jij bent niet de kunstenaar van de maand deze keer. We hebben jou vorige maand uitgebreid gesproken en al je werk bekeken. Ja. Maar ik wou heel wat anders aan je vragen. Je ging met vakantie, je ging op reis met de mensen van het Thomashuis. Ja, klopt. Vertel eens, waar ging je heen? Naar Slovenië. Slovenië, mevrouw wel. Wat kun je zien in Slovenië? Zijn daar...
Is er zee? Ja, iemand heeft van ons uitgetippeld. En toen zijn we met z'n allen heen gegaan. Met een kennisje van Nuta Thea. Met zoveel waren jullie? En met z'n 15, geloof ik. Met de begeleiding erbij? Ja. En is alles goed gegaan? Ja. Fijn dat jullie iets leuk hebben gehad. Ja, ik wil graag twee zandvoerders. Goedendag. Goedendag. André van Hoek, Sivema. Tot verder. Dank u. Wij hebben nu de grootste collectie stoere en stoeibestendige kinderbrillen van Baren en omstreken. Kom snel langs met je ouders en maak de blitz op school met je nieuwe bril. Best leuk al die testen, maar wij hebben jarenlang ervaring met elektrische fietsen. Daarom hebben wij de beste merken, zoals Sparta Ion, Batavus, Giant en de Koga Tesla. Keus genoeg voor een testrit. Vandaag is het Open Monumentendag en dus ook de openstelling van de oude begraafplaats aan de Berkenweg. 8 herdenkingsstenen zijn geplaatst en familieleden en betrokkenen zijn aanwezig om daar een bloem bij te leggen. Zodat ze zichtbaar deel uitmaken van het Barens cultureel erfgoed. Het is zoals eigenlijk gebruikelijk met Open Monumentendag waanzinnig mooi weer. Heerlijk. En dan in een omgeving van de oude begraafplaats, waar eigenlijk door het jaar zo weinig mensen komen. Waar zoveel rust, dat is ook heel logisch dat het heel rustig is, zoveel rust uitstraalt en zoveel klasse. Mijn naam is André Massini, voorzitter van de Historische Kring. En ik heet u allen welkom op deze goed bezochte bijeenkomst ter opening en onthulling van de stenen die wij hebben laten maken om illustere voorgangers in Baren die hier begraven liggen, aan het publiek voor te stellen. Daar gaan we dadelijk een rondje van doen. Daar zal Taco Hofstra dadelijk verder over uitweiden. Die herinneringsstenen, zo moet je het eigenlijk noemen, dat konden wij natuurlijk niet zelf betalen, helemaal. We hebben daar het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben voor gehad. Het Heinfonds heeft ons daarin geholpen. En we hebben zelf natuurlijk ook wat geïnvesteerd. Behoorlijk bedrag in dit project. Ik ben wel erg trots dat er zoveel mensen zijn die zeggen, goh, dan gaan we eens eventjes kijken. Ik wil nog even Michiel Delius bedanken, die, ik weet niet of hij er is. Oh ja, er is. Die met zoveel enthousiasme die stenen heeft ontworpen en aan de man gebracht, die ook verantwoordelijk is voor alle know-how die op het gebied van letterhakken, ja dat weet u niet eens wat het is, maar in stenen allemaal herstellen, dat hij de lessen heeft gegeven zodat alle medewerkers daar expert in zijn. Hartelijk dank voor alle ontwikkelingen. Ook ik wil u graag welkom heten op deze bijzondere plek. En mijn welkom is dan in het bijzonder gericht op de genodigden die als familielid, nazaat of op een andere manier bij de betreffende graven betrokken zijn. En het gaat dan zoals u weet vandaag om de graven voor de families van IJzendijk, Toelaar, Schöne, Taats van Amerongen, Astro, Vaas Elias, De Bul en Ten Dam. Sindsdien is er door de vrijwilligers heel veel energie gestoken in en werk verzet voor het in ere herstellen van de begraafplaats die in 2007 de status van gemeentelijk monument heeft gekregen. De gemeente heeft toen het toegangshek en een deel van de oude kerkhofmuur gerestaureerd.
En toen gebeurde het. Bij het zoeken naar en het uitgraven van de fundamenten van de rest van de muur stuitten wij op een aftakking waarvan wij aannamen dat die het restant was van een oude afscheidingsmuur uit de tijd dat de begraafplaats kleiner van omvang was. Met een archeologische prikstok werd gepeild of de muur doorliep, maar pas een tiental meters verder was het weer raak. Alleen bleek dit er heel anders uit te zien. Andere steensoort, andere afmetingen, opwinding alom. Wat kon dit dan zijn? Een deel van een grafkelder misschien? Een deel van een trap ernaartoe? En van welk graf dan wel? Meer geprik gaf aan dat er aansluitend meer van dergelijke stukken muren bij lagen. Met die wetenschap hebben we aan de hand van een oude kaart, die bij de plaatsbepaling in het veld voor eigen problemen zorgde, toch kunnen vaststellen dat het om de weggesaneerde en verloren gegaane grafkelder van in dit geval de familie Taats van Amerongen ging. Zo hebben wij met veel zoekpuzzel en prikwerk een aantal markante verloren gewaande graven toch weten te lokaliseren. Dan komen we aan het graf van de Bul, Abraham Johannes. Hij was van beroep eigenlijk boekhouder, maar hij verruilde dit beroep voor dat van dichter en schrijver. Hij was later eigenaar-redacteur van de Amsterdamse Courant, lid van de Hollandse Maatschappij voor Fraaie Kunsten en Wetenschappen en nog zo wat. Hij ging om met bekende figuren zoals Da Costa, de Genestet en vooral met Van Lennep. Hij verkeerde hem zo te zeggen in hogere literaire kringen. Zijn bekendste gedicht, Ledige Stoel, was verplichte leerstof op school. Ik zal het hier en nu niet voordragen, maar dat dat gedicht een link heeft naar overlijden en begraven is overduidelijk. Ja, aanwezig is hier vandaag de heer Hogedoren, hoofdredacteur van de Barendse Courant. Dus een soort hedendaagse soortgenoot van de Bul. En ik dacht dat aan hem dus de eer was om de bloemenhulde straks te brengen. U heeft begeleiding gegeven aan het maken van de stenen of heeft u ze gemaakt? Ik heb ze zelf gemaakt, ja. De mensen van hier zijn wel bij mij op cursus geweest omdat ze wilden leren hoe dat werkt met letters hakken in steen. Ook om de stenen hier te onderhouden. Maar ik heb ze uiteindelijk ontworpen en gemaakt. Is het uw dagelijks werk? Ja, het is mijn beroep. Mijn beroep is beeldhouwer met een specialisatie in het hakken van letters. En nou ja, van daaruit ontwerp en maak ik veel grafmonumenten. Wat konden ze nog leren? Nou, een heleboel. Ze wisten zelf al heel erg veel, want de mannen hier en de dames zijn al jaren bezig. Maar tips en trucs in het onderhouden van oude grafstenen. Ja, die letters die worden erin gehakt. Als je bij de laatste bent en het gaat fout, moet alles overnieuw of een nieuwe steen? Kijk, als het echt heel erg misgaat, dan is er maar één oplossing. Dat is een nieuwe steen nemen, want het moet mooi worden. Maar goed, ik heb natuurlijk ervaring, routine, dus het hoeft niet meer mis te gaan. En uiteindelijk is het handwerk, dus er kan een keertje iets mee gebeuren. Maar als het geheel maar mooi is, dan ben ik tevreden. Dan krijgen we het graf van Taats van Amerongen. Dat is een bekend en beroemd geslacht, dat weet u wel, waarvan de leden meestal functies aan het hof als kamerheer of zoiets bekleden. En baron Ernst Louis, Taats van Amerongen, woonde op het kasteel Groeneveld. En toen zijn tweede vrouw, Sophie van Heemstra, op 26-jarige leeftijd na de geboorte van haar dochter overleed, werden de klokken van de kerk in Eemnes geluid en gingen in Den Haag die doodsbidders rond. Zeer van welens waard is nog dat de baron in 1876 op een hondententoonstelling met zijn mopshond een tweede prijs won. Mevrouw van Heijden, u heeft samen met de wethouder bloemetjes gelegd bij de gedenksteen, of de herdenkingssteen van mevrouw IJsendijk. Ja. Kunt u daar wat van vertellen? Nou, juffrouw van IJsendijk die heeft in de tijd, in 1919, het bosje en het hertenkamp en de volière en het theehuis en alles wat daar was, geschonken aan de gemeente Baren ter recreatie van de burgers van Baren. En toen in 2003 wij tot de ontdekking kwamen dat eigenlijk er niks meer aan gedaan werd en de gemeente plannen had om het weg te bezuinigen, zijn wij als stichting, hebben we ons als stichting opgericht en proberen we te voldoen aan het testament van juffrouw van IJsendijk. Ja, een belangrijk iemand geweest hier ook voor de gemeenschap, hè? Ja, het zijn toch belangrijke mensen. En ik vind als je ook zo'n nalatenschap kan geven aan de gemeente, dan ben je ook ruimhartig.
Ja. Hoe was het voor u toen u hoorde dat er zo'n steen zou komen? Ja, dat vonden we ontzettend leuk om te horen. En we wisten natuurlijk niet dat het er was hier. Dus dat was... ik heb het pas kort geleden gehoord. Het was niet tot ons doorgedrongen op een of andere manier. Van de Dolle Diva. Ik kan u niet veel vertellen over wat de diva vanavond gaat zingen, want ze heeft een geïmproviseerd programma in gedachten. We laten ons graag verrassen. Na afloop bieden we u in de zaal hiernaast graag een glaasje drinken aan en een klein hapje. En daarna wil ik nog voor de liefhebbers een rondleiding verzorgen door het huis, want per slotverrekening bent u hier in het kader van de Nacht van de Buitenplaats. Dit is een buitenplaats. En de avond is nog mooi. Dan geef ik u graag uw aandacht onverdeeld aan Francis van Broekhuizen en Femke de Graaf. Kom verder. Dat ik hier mocht komen zingen, omdat alle koninklijke kinderen hebben hier op school gezeten. Op het Baarns Lyceum. Dus dat voel ik me altijd nog fijner, want ik ben heel oranje gezit. Goed, ik heb gezegd, dus werd gevraagd, hebben jullie een programma? Natuurlijk. Maar ik heb gevraagd of het niet op een papiertje kwam, want dan kunnen wij stiekem toch nog altijd dingen laten vallen. Of ineens erbij pakken, zonder dat je het weet. En dan kan ik het ook leuk toelichten. Want daar gaat het om. Want het programma heet Dolle Diva. Dat heb ik zo, dat heeft eigenlijk hier Jeroen zo verzonnen. Want die kent mij uit het opera gebeuren. En die zei, ik vind jou een soort dolle diva. Ik zeg, heeft het met Dolle Mina te maken? Een beetje wel. En ik vond het een heel goede titel. Dus ik ga nu vandaag eigenlijk een soort try-out doen. En ik hoop dat u ervan zult genieten. Het is gewoon muziek met verhalen. Nou, dat is het. Dus ik ga beginnen. Dit is Femke. Wij zijn al 15 jaar een duo volgend jaar. 15 jaar, toch? Dus dat is volgend jaar weer een jubileumconcert natuurlijk. En zij kan heel mooi piano spelen. En wij gaan voor u eerst de twee liederen zingen. We beginnen altijd heel chic met Schubert. Kent u hem? Ja. Oh, fijn. Nou, dat doen we met de twee tophits van Schubert. Namelijk An die Musik en Die Forelle. En An die Musik is altijd mooi mee te beginnen, want dan open je de avond aan de muziek. Oh,
omdraait en je ziet jezelf, dan schrik je ineens zo. Hè? Ik wilde even naar dat riviertje kijken daar. Maar dat is dus nu helemaal donker, maar daar is daar zo'n soort beekje. En daar zwemmen misschien wel forellen in, je weet het niet. En dan klinkt dat zo. Napolitaanse, Toscane, al die regio's, van dat soort liedjes. Dus met ook teksten die soms een beetje wel Italiaans klinken, maar dan is het in een soort dialectje zo. En ik was getrouwd 3 jaar geleden en toen ging ik op huwelijksreis. Oh, wat leuk, ja leuk. En toen ging ik naar Venetië. Okay. En ja. Nou ja, wie is er wel eens in Venetië geweest? Ja, nou dat is zo'n mooie stad. Als je nog niet bent geweest, ga, want het zakt langzaam weg in die lagune. Ze zijn nu bezig met allemaal, ook een soort waterwerken die wij in Zeeland hebben, zijn ze nu ook daar in Venetië aan. Dat zag ik op Discovery Channel van de week. Want het zakt langzaam zo weg, heel erg. Maar ik was daar hè, met mijn geliefde en we wilden natuurlijk op zo'n gondel. Maar ja, dat is €160 voor 10 minuten. Ja. Nou, ik vind dat best veel geld hoor. En toen hebben we een Engels echtpaar bij het ontbijt gevonden die ook op zo'n gondel wilde. Ik zeg, zullen wij dan een beetje... Dan doen we net alsof we elkaar niet zien op die gondel, maar dan gaan we toch met z'n vieren op die gondel. En dat vonden zij een leuk idee, dus wij gingen met z'n vieren naar zo'n gondel hier. En prachtige boten, want die worden ook in de familie gemaakt. Ze hebben allemaal eigen wapens erop. En het zijn ook hele gekke boten uit het lood, waar ze dan aan één kantje zo staan. In die gestreepte shirten met allemaal zo'n sixpack eronder en dan zo'n hoed. En dan een Gucci-bril. En dan wel die sliertjes zo, en dan allemaal heel stoer op die gondel. Zo. En, maar ja, ik heb dan altijd die ideale droom dat dan zo'n gondelier ineens doet, oh, hier op die gondel. Maar ja, er gebeurde niks. Hij was een beetje van, ja, vindt u het leuk in Venetië? Ja, natuurlijk vinden we het leuk in Venetië en zo. Dus ik zeg in mijn beste Italiaanse, kunt u zingen?
één keer helemaal niet zingen. Ik ben al blij dat ik die gondel recht heb gedaan. Ja. Ik zeg, nou leuk is, ik wel. Ik kan wel zingen. Zal ik voor u zingen hier op die gondel? En toen heb ik het volgende lied gezongen. En het leuke was, al die bruggetjes die eerst gewoon wel bij mensen opliepen, maar die stroomden vol. Het is niet gelopen hoor. Ik vertel trouwens altijd alleen de waarheid. Hè? Dus alle die stroomden vol. En die mensen, en dan dat klaterde zo met dat water klots, klots, klots in die kanalen. En ik maar zo zingen, wat jullie nu zo gaan horen. En je zal het wel horen, want je hoort het al aan die muziek. Het was het perfecte lied in dat gondeltje. En nou, toen ben ik daarna nog aangehouden op straat. Het is daar heel klein, dus je wordt heel snel herkend. Het is de mooiste vakantie door u. Dat vond ik heel leuk. Dat vond ik heel leuk. Dat is dat gondelen, hè? Voel je? Holland is zeker een hele mooie. Mensen kennen die wel, denk ik. Ja, althans de oudere barenaars, die kennen zich dat nog heel goed herinneren.
Er was vroeger een rivaliteit tussen Baren en Joest. Erger speelt het nog. Want ze zeggen wel eens het mes op tafel, want bij mijn vader in de Oosterstraat hebben ze nog eens een kozijntje daar doodgestoken. Ook alleen maar om een meisje hoor, maar die rivaliteit. Maar het was zo, het was al heel gauw bekend dat ze getrouwd waren, dat er gezinsuitbreiding zou komen. En dat was gepland half januari. Nu heeft die gemeente Baren, die wilde dan echt laten tonen dat het Baren was. Die hebben toen de tijd een bocht laten schilderen door de firma Bak. Met de naam het Prins erop. Het bocht lag half januari klaar, maar ruimte gehouden. Ze wisten natuurlijk niet of het een jongen of een meisje was. Toen ze dus morgens om 10 uur hoorden dat het een meisje was, dan hebben ze er weer een prinsesje van gemaakt. Toen zijn ze, ik heb er nog foto's van ook, dat ze met de handkar hier naartoe komen met het abort. Toen hebben ze dat precies op de scheiding. Precies. Kijk, je kan het hier nog zien. Echte scheiding. Het was zo, hier hebben ze 3 deuren tegen elkaar aangezet, want daarachter staat Soestdijk. Dan mochten ze niet weghalen, want dat was van het Rijk. Daar hebben ze de deur omheen gezet, dat je het niet kon zien. Hier hebben ze hem gespijkerd aan die lindenboom die hier voor Trier stond. Aan de andere kant een stok in de grond gegraven. En toen in Baren is een prinsesje geboren. Dat liep zo hoog, die Soesters jeugd, die hebben dat bord 3 of 4 keer afgehaald. De gemeente Timmerlui, die hebben het er weer aangemaakt. Maar waar loopt de grens nou precies, Kees? Want je zegt net, die villa, de serre was in Baren, de villa zelf dus tot in Soest. De grens. Hoe loopt het nu precies? De grens die je ziet van de villa waar je nu tegenaan kijkt. Ja. Dus als je ervoor staat, heb je rechts die serre. Ja. De villa zelf die staat op Soest. Ja? En de serre Baren. Ja. En aan Trier, dat was ook en Baren. Trier was ook Baren. En daarnaast had je die hele grote villa, waar nog zo'n diamantslijper in geweest is. Ja. Dat was Soest. Net als deze hele rij hier aan de Praamgracht, ja, die huizen. De Praamgracht is Baren, dat wij dan daarnaast ook nog een ook, stuk en die huizen is ook nog een gemeente Baren. Ja. Oh ja, daar heb je van de Praamgracht. En hier hebben ja. we dan de Praamgracht. Dus hier vanaf de brug kijk je zo richting Torenlaan. Die is van 1903. Maar hier die hele Beukenhaag, dat is nog maar een klein stukje van over. Verder, maar vroeger liep dat helemaal door. Ik weet nog eens kind zijn, want wij gingen er ook wel appels halen. Die appel- en perenbomen liepen helemaal door het aan de Torenland toe. En dat heb, die verhaal heb ik toen de tijd van Quint gehoord. Want die is heel voordat hij in 1918 naar de gemeente kwam, heeft Quint op Soestdijk gewerkt. Dus die heeft die hele situatie. En die heeft me daar ook heel veel van verteld. Maar verder is die weg en de praam, en dat is allemaal exact hetzelfde. En hier hebben we ook hele bijzondere foto's. Dat was in 1945 bij die overgave van, door de Duitsers, toen ze gecapituleerd zijn. Toen hebben ze hier alle militairen hier, die hier in de omgeving lagen, die hebben hier alles in moeten leveren aan de Praamgracht. Het nader aan het voetbalveld is geworden, maar het is nu allemaal nog grasland. Er lagen oppers, helmen, as hooibergen en alles en alles. De fietsen moesten ze daar weer afgeven, er stonden weer duizenden fietsen. Maar ze kwamen hier voor Hotel Trier. Ik zie ze nog aankomen, want dat was afgezet, maar wij hebben een speciaal een papier ervoor dat wij hier mochten komen, omdat je op Soestdijk was. Dus ik zie nog hele rijen van bussen, maar overal kwamen ze vandaan. Moesten ze, liepen ze aan die kant, moesten ze hier oversteken. En je ziet het hier ook, dat waren Engelsen die er toen aan in beslag namen. Hier werden bepaalde dingen werden van die Duitsers afgenomen. Ik ben er niet bij geweest, maar de ene zei horloges en geld. Maar dat weet ik niet, daar ben ik niet bij geweest. Nee, in ieder geval de wapens. Nee, de wapens die gingen ze mee en dan werden ze de Praamgracht, dus de Biltse weg, moesten ze op. En daar moesten ze alles inleveren. Kijk, want hier zie je nou duidelijk, dus dat huis op die hoek. En hier marcheren ze dan, want ik blijf zeggen tot aan de laatste dag, jongens, er zat wel zo'n gedrild, zie je? Er zat wel zo'n geest in. Ja. Hier gaan ze dan de Biltse weg op. En daar moesten ze alles inleveren. Maar oh, dat ging. Maar hier gooiden ze het al van zich af. Ja. Je ziet het, hier heb je die rij huizen staan. Die daar aan gestaan hebben. Hier gooiden ze, begonnen ze het al weg te gooien. Maar er is toen verschrikkelijk veel in die Praamgracht gegooid. Want ze gooiden het maar van eraf. Naderhand hebben ze van de heidemaatschappij na de oorlog hebben ze die Praamgracht uitgebaggerd. Kijk. En dan zie je zelfs nog, dat is ook op de Biltse weg, zo
keurig nog in het gelid. Het was heus wat dat betreft, wat je hier nog ziet, geen verslagen leger. Kijk, en hier had je het ook. Dat was toch een andere vertoning als dat ze binnenkwamen. Dus dat was dan hier op de Biltseweg. Kijk, en dan komen we hier ook voor het paleis. Echt voor het paleis, hoe het dan vroeger was met al die beplanting. Hier zie je twee vlaggen staan. Het was zo normaal, staat er altijd één op. Ja. Maar vroeger, nu is dat dan, nu het Rijkskoningin is geworden, nu zijn al de statiebezoeken, die zijn in Amsterdam. Maar vroeger gebeurde 9 van de 10 gebeurde het op Soestdijk. Het was zo, dan moesten we die vlaggenstok die er middenop staat, die moesten we het paleis in laten zakken. Er zijn twee aparte stokken, die liggen boven. En die ziet ze hier staan. En dan was het de Soesterkant, was voor de standaard van de familie. En aan de Barendse kant, dat was voor de bezoeken. Dus er kwam altijd, hier zie je ze duidelijk staan. Ja. Maar hier zie je al die planten, zoals die agaves en alles, dat is nou allemaal nog in oranjerie. Alleen ze hebben natuurlijk niet meer die, zoals je hier ziet, dat uiterlijk vertoon zoals dat vroeger was. Hè. Kijk, dat is ook een hele mooie. Zie je, zo was het toerisme vroeger, ze kwamen op de fiets. Ik vind wel, wat hebben jij? Zie. Kijk, en hier hebben we dan, dat is dan ingenomen ja. Met het défilé. Maar hier zie je dan duidelijk, dit is dan een luchtfoto, hoe dat achter het paleis is. Hier heb je dan de vijver en hier heb je dan de vleugels. Als je er zo voor staat, lijkt het zo imposant en groot. Maar in werkelijkheid zijn, dat noemen we de kolonnade hier ook, die zijn maar één kamer diep. Ja, dus het zo groot is het niet, hoor. Zie. Kijk, en hier staan we dan precies voor het paleis. Hier ga je het hek in. En hier heb je dan die huizen aan de overkant. Maar je ziet allemaal dat zware geboomte wat er vroeger was. En nu, kijk eens, die we hier nu hebben. Ja. Dat is ook echt een unieke. Toen ik op Soestdijk kwam, toen lag er al dat bord wat je hier ziet. En daar staat op, deze laan is verboden voor alles, behalve voor wandelaars. Dat lag in de houtloods, de nieuwe loods noemden we dat. Maar we wisten nooit waar het gestaan had of wat ook. Totdat ik deze aanzichtkaart in handen kreeg, toen zag ik waar het gestaan had. Maar nu waarvoor, toen ben ik naar Jan Hillos gegaan, dat was een gepensioneerde metselaar. Ja, die was toen de tijd ook al zo'n 100, die woonde in Amersfoort. Ik zei, Jan, vertel jij mij nou eens, hoe is dat gegaan? Toen zegt hij, Kees, het was zo vroeger. Hij zegt, Willemien die liep daar te wandelen. Met Julianus klein meisje, toen is ze aangereden en toen moesten er alle minuut moesten er twee van die borden gemaakt worden. Hier één voor het paleis en één bij de Ranjeboom. Ja. Naderhand is het dan weggegaan, maar dat bord toen ik dat verhaal hoorde, toen vroeg ik aan de intendant, toen was toen de tijd meneer Van Dijk van het Velde. Ik zei, meneer, sowieso is de situatie, maar hoeveel wij dat bord hebben bij de historische kring. Hij zegt, van de steken had je gang maar. Dus dat bord hebben we nu. In de kel, dat is er onder het gemeentehuis. Ja. Onder het gemeente, onder de bibliotheek. Ja, ja, ik heb nog hoop. Ik heb. Oh, ja. Ja. En hier hebben we dan, zo echt nog als het in de volle glorie was, die huizen staan er dan nog net zo. Die trap die is er nu weer gekomen. En hier was vroeger dan het kantoor van de intendant. En daar had je ook een postkantoor in zitten. Ja. Met een mooie brievenbus ervoor. Ja, ja, kijk. En dat postkantoor, hier zie je hem. Deze heb ik toen de tijd gekregen van Jaap de Ruig. Dat was Jaap de Ruig, dus die schilder. Ja. Die zijn vader, die was aan de post in Baren. En toen moesten ze met de handkar moesten ze die post brengen van Baren hier naar het paleis toe. Maar dat postkantoor, dat is in 1890. Toen is koningin Emma, die is dan regentes geworden. Willemien, die was nog geen 18. Toen is daar het postkantoor ingekomen. En u ziet, dat waren die twee ramen. En toen is daar een rode brievenbus geplaatst. Ja. Ze had een hekel aan rood. Toen is die op haar verzoek is die groen gespoten. Dus net als die luiken of die storen, hoe je het noemen wil. Hij staat er nog steeds als curiositeit. Alleen hij is niet meer te gebruiken, want de gleuven zijn dichtgelast. Ja, dat is gewoon leuk. Ja, maar hij is, het postkantoor is weggegaan. Nadat de koningin toen de tijd afgetreden is. En nu hebben we daar, zijn er woonhuizen van gemaakt. Weet je, dat paleis hadden bekeken. Dacht ik ook. Ja. Volgende keer nemen we dan, dat is ook in de oude doos, dus die hele buurt die gesaneerd is. De vroegere Elisabethstraat, in de Dijkweg, Johannelaan. Daar zijn nog heel veel
plaatjes zijn. Zie? Er zijn er veel mensen die hebben heel gevraagd. Veel jaren is op verschillende keren gevraagd. Ja. Dan nemen we die buurtjes onder andere.